Debbie Dubio, u zou toch niet meer komen? U heeft gisteren afgebeld. Ja, maar ik dacht vanmorgen, misschien is het toch wel leuk als ik wel kom. Oh ja, Bernie, Debbie Dubio is toch gekomen. Het is hele natuurlijk geen rekening met mij hebben gehouden, want daar kan ik maar beter gaan. Ja, nee, dat is beter. Ja, ik ga. Mevrouw Dubio? Ja, maar aan de andere kant, ik ben er nou toch. Ja, maar ja, als niemand meer rekening met me heeft gehouden, wat doe ik hier dan eigenlijk nog? Nee, het is beter dat ik ga. Ik kom toch niet. Oh, mevrouw Dubio. Oh, wat fijn dat u toch gekomen bent. En geen zorgen, er is nog meer dan genoeg tijd voor uw tafelgesprek. Kom, ik breng u naar de lift. This way. Nou, doe dan maar. Zo, lekker met de lift. Of, zou ik toch maar met de trap? Ik kan natuurlijk ook gewoon lekker met de trap. Ja. Maar aan de andere kant, als ik met de trap ga, ben ik langer onderweg. Nee, ik ga gewoon lekker met de lift. Tuurlijk. Ja hoor, ja, natuurlijk. Ja, alhoewel, een beetje lichaamsbeweging kan natuurlijk geen kwaad. Mevrouw, als u het niet erg vindt, wij willen graag naar boven. Ja? Ja, ja, u heeft helemaal gelijk. Ongelooflijk wat een twijfel komt. Maar nu ik erover nadenk, ja, met zulke zagrijnige types wil ik dus echt niet in de lift staan. Nee, nee, Debbie, nee. Je moet gewoon doen wat voor jou goed voelt. Ja, ik ga met de lift mee. U wilt een appel, ja, en een broodje kip en een kopje koffie. Ja, alleen heb ik misschien al genoeg koffie op. Dus doet u maar geen koffie en toch liever een banaan dan een appel. Maar wel een broodje? Ja, ja, maar niet met kip, maar met jam. Of nee, maak er maar een krentenbol van, dat is beter. Dus, dan wordt het een banaan en een krentenbol? Ja. Niets te drinken? Oh ja, ik moet natuurlijk wel eens te drinken. Doet u maar zo'n gezondheidsshake met alles erin. Prima. En dan nu iemand die eerst niet wilde komen, maar toen weer wel. Laten we haar snel erbij halen voordat ze weer van gedachten verandert. Debbie Dubio. U bent go. Ja. Ja, nou. Hè? Ja, ik twijfel nog een beetje. U twijfelt nog? Maar dat kan toch helemaal niet? U moet op! Go! Ja, oké, okay, ja, doe het. Ja, snel! Daar is ze! Debbie Dubio! Mevrouw Dubio, wat fijn dat u er bent. Ja, ik dacht, ik kan misschien toch wel even wat vertellen over mijn cursus. En wat is dat voor cursus? Waar geeft u dan precies les in? Maar nu ik hier zit, ik weet toch niet helemaal zeker of dit wel iets voor mij is. Mevrouw Dubio? Ja. Nee, ik doe het toch niet. Nee, sorry. Maar mevrouw Dubio! Stay! Nou ja, aan de andere kant, nou, doe dan maar. Nou, heel fijn. Want u geeft dus les aan mensen die heel veel twijfelen. Kunt u iets vertellen over die lessen? Ja, nou kijk, als ik les geef, dan ga ik voor een groep staan. Ja? Zo. En dan zeg ik dus, Chaka! Als je iets wil, dan kan je het! Niet denken, maar doen! Doe wat je wil! Chaka! Zo, nou, dat is heel bijzonder, zeg. Voor de mensen die naar uw lessen willen komen, wanneer kan dat? Alleen op dinsdag. Alleen op dinsdag? Ja, ja, maar woensdag kan in principe ook. Oké, op dinsdag en op woensdag, ja, dus. En donderdag of vrijdag. Of maandag. Dat is in principe ook wel goed. Alleen het weekend geef ik geen les, want dan ben ik vrij. Helder. De hele week dus, behalve in het weekend. Tenzij het niet anders kan, hè. Dat kan het weekend ook. Dames en heren, Debbie Dubio.